kamerplanten, dat is altijd een heel moeilijk ding. En zeker in deze tijd van het jaar. Dus ik weet wat ik dacht. Ik denk zo, ik ga eens even kijken naar Daniels, daar werk ik met niks. Eens even kijken of dat er van weet wat ik het beste in de kamer zal kunnen zetten. Hé, hey, Dantje! Tan, wie is er bij Dug? Heel goed, heel goed. Ik zit me graag te roken hoe in de kamer het wil gaan planten. Dus het is niet altijd makkelijk, hè? Ja. Ik denk, nog een Daantje opzoeken. Dat weet wat ik moet doen. Ja, dat gaan we dat eens doen. Vindt tante Anne iets bij orchideeën wat leuk? Ja, ik weet het niet. Als Toes is dat ze het leuk vindt, dan zal ze wel leuk vinden. Ja, nou, dan gaan we beginnen, oma Tan. Ik kijk altijd wie de bloempjes bloeien. Ja, dat zijn dus gezichtjes. Dus dan ga ik me... Zo neerzetten. Ik laat de orchidee altijd in de pot, want als ik ze uit de pot haal, dan heb je kans dat de bloempjes vallen. En heb je binnen 2 weken niks meer erin en heb je alleen nog wat groen. Ik pot op met boomschors. Ik werk altijd met plantjes in oneven getallen. Dat wil zeggen of 3, 4, 7. Dus net zoals in de tuin, kun je hem eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Dit kind gewoon, zo wie het is, erbij gezet te weren. Wat is dat voor je? Dat is een Bucarnia, een knol. Ja, dit is een Fetonia, zo moet ik het zeggen. Laten we ook met wat grondenaal potten we ook zo erin. Dus de bedoeling als je water gaat geven, dat gaat eigenlijk in het hart doet van de orchidee. Want omdat er in een potje zit, krijgen de anderen dus geen water. Maar doet je toch in, zijpelt het water eigenlijk naar onder. En dan krijgen die plantjes automatisch ook wat te drinken. Waarom liggen de orchideeën in een putje staan? Dat is eigenlijk puur voordat de bloempjes niet afvallen. Als ik ze nu de hoed haal, dan worden ze eigenlijk verstoord in het hoeshaaien van urgansen hebben en doen. En door laten ze de bloempjes vallen en dan heb je er eigenlijk niks aan. Dus binnen 2 weken is er niks meer en heb je alleen nog maar wat groen. Dus het is heel verstandig om in het putje te laten staan? Ja, het is alleen puur de orchidee. Anderen kennen allemaal de hoed, zeg maar de orchidee echt in het potje laten staan. Dan heb ze eigenlijk heel snel het heel moois. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar om het nog gezelliger te maken. Voor de donkere dagen kunnen we een tak erin duwen. Een beetje mee decoreren. En dit is dan de vuurkant. Hey, dat is kei gaaf, zeg. Maar... Dat heeft natuurlijk veel verzorging nodig. Ik heb ze niet gehad waar ik minder moet verzorgen, want dat vergeet ik gegarandeerd. Oh, ik ga dus iets laten zien wat makkelijk voor u is. Dit is een nieuwe stijl eigenlijk, dus een eco-stijl. Dat wil zeggen dat de plantjes die erin gepot werden, vocht afgeven in het glas en dat circuleert. Daardoor houdt de plant zich eigenlijk in leven. Plant in glas, wie is het mogelijk, hè? Ja, hetzelfde eigenlijk als in een kas. Alleen dit is een klein kastje. Het is eigenlijk, hij onderhoudt zich eigenlijk een beetje zelf. Hij geeft zelf de vocht eigenlijk af aan de plantjes. Wat er eigenlijk nodig heeft. Dus je hoeft maar één keer in de week een heel klein beetje water te geven om vocht te laten produceren. En dan circuleert dat eigenlijk in het glaas. Nou, dan doen we wat steenkers erin om het nog mooier en gezelliger te maken. Kik, 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 kik. Gaat mosterd bij? Ja. Dat is ook voor het vocht beter vast te houden. Nou, en de kers op de taart. Ta-ta-da-da! Oh, daar zal tante Annie heel blij mee zijn, Daantje. Ja, dan kun je gezellig op de bank gaan zitten. Nou, Daantje, je kunt het nog makkelijker. Ja, zeker, we moeten dan 3-in-1 wegscan. We zien zo klaar. Oh, dat gaat heel snel dan. Is dat gewone potgrond deze? Ja, potgrond voor kamerplanten. Ja, en dan de zaak gewoon opvullen en dat was het dan, hè? Ja, ja. En heb ze, wie doet maar die water geven in de week? Deze geef je ook gewoon 1 keer in de week water. Wel opletten, want ze zitten ingepot. Je hebt geen controle over het water geven. Het beste is om te controleren, om even het bekje op te tillen, veel te zwaar aan, net er genoeg water. Of dan zij even met de vinger erin. Even veulen. Of er nog vochtig is van honger. Nou, oma Ton, daar kun je toch mee toes komen, hè? Ja, kun ze mee toes komen, maar stel nu, ik heb zelf een paar per toes. Kun ik die hier laten vol zitten of u werkt er? Ja. Maar je altijd, even als je binnenkomt, wel even vermelden dat je de pot van je toes mee hebt genomen. Want het kind zien dat we ze ook in het assortiment hebben. En dan doen we ze heel graag voor u oppotten.
Ja, dan heb ik een heel simpele oplossing. Als ik dan toch het kanje klorie met kan nemen. Ik ga hier Annie vanavond bliebend maken. Ik zet de televisie uit. Ik maak een lichtje aan. Ik heb een prettige avond. En ik zal zeggen, toen de volgende keer bij tuincentrum Daniels. En dan zie ik misschien weer Daantje. En dan weer gelukkig.